Welkom bij Qi Lessons. Vandaag leren we De Sperwer Schiet de Hemel In, de 10e Qigong uit de serie van 18. Stap eerst in Wuqi. Sluit aan met de benen. Breng de linkerpols boven de rechterpols en breng deze tot boven je hoofd. Druk je stuitje met een rechte rug naar achteren zodat je bukt. Pak boven je been een qi-bal en trek deze weer tot boven je hoofd. Doe hetzelfde aan de andere kant. Ontspan bij het naar beneden gaan en al je gewicht staat op je achterste been. Sluit het voorste been weer aan terwijl je armen boven je hoofd brengt en stap uit met het andere been. Trek de bal omhoog alsof je je broek ophijst. De linkerhand is altijd boven, ook aan de rechterkant. Adem in als je omhoog gaat en adem uit als je naar beneden gaat. Let erop dat je rug recht blijft en dat er geen gewicht staat op het voorste been. De handen volgen de beweging en de voorste voet staat op de bal van de voet. Neem aan het eind van de oefening weer een bal, druk deze in de grond en ga naar Wuqi. Voel nog even na en sluit af. Veel plezier met oefenen en tot de volgende keer.